lijstje. En waarom zijn we daar tegen? Nou, eigenlijk komt het natuurlijk kort gezegd hierop neer dat we eigenlijk in deze regio klaar zijn met de gaswinning. We hebben al veel te lang moeten horen dat zeggen, begint hier niet aan, zet liever in en investeer in een duurzame samenleving. Dat is de inzet die wij als gemeente Terborg ook hebben, de gemeenteraad van Terborg. Dat wordt met een geweldige kracht de grond ingespoten, omdat we de keiharde gesteente moeten gaan breken. Dan stoppen we dan korreltjes tussen, zodat die breuken niet meer aan elkaar hechten, dat het gas rechtstreeks de staatsgas gaat invloeien. We zijn nu bij elkaar en dat is uniek. Er zijn heel veel politieke partijen bij en die nemen dit... Eigenlijk als voorbeeld te stellen hoe er hier met ons wordt omgegaan. We zijn nu al bijna 5 weken bezig. Wij worden eigenlijk compleet genegeerd door Den Haag. Den Haag die laat eigenlijk helemaal niks van zich horen. Wij zouden het, hier zijn al een heleboel mensen, wij zouden het fantastisch vinden als jullie bij ons komen op het kamp. We hebben inmiddels juridische bijstand. Daar zitten topjuristen die iedereen die problemen heeft of uitgeprocedeerd is, die kan langskomen. Dat is allemaal non-profit. Dus elke woensdagmiddag zit er iemand bij ons op het terrein. En ja, het enige wat ik kan zeggen, voor jou! Ja, wij staan tegenover het Centrum Veilig Wonen. Wij noemen dat eigenlijk Centrum van Waanzin. Dat is het orgaan wat natuurlijk gewoon een heleboel mensen gewoon in desperate heeft gemaakt. Het zijn vertragingstechnieken geweest. Nou ja, gisteren hebben we weer een enorme klapper gehad in Appingen. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat wij gewoon actie gaan voeren, actie blijven voeren. Niet meer zo gelaten zijn zoals wij altijd zijn geweest. Ik zeg, de buik erin jongens. Goed zo. En met elkaar. De Groene Slente! Niet zo moeilijk. Je hebt het eruit zien weggehaald.